Wat? Helemaal vandaag weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer is het een video dat te maken heeft met kerst. En nee, het is niet een leuke kerstvideo. Maar het is juist een video waarin ik kerst laat zien hoe je het niet wilt hebben. Je kan zelf natuurlijk al wat dingen bedenken waarvan je denkt, oh, dat wil ik echt nooit dat dat gaat gebeuren bij kerst. En ik ga nog wat dingen laten zien. Deze video is in samenwerking met Jill & Mitch, dus alle kleding dat hier ervoor komt is van Jill & Mitch. Wil je ook een leuke feestcollectie shoppen of natuurlijk gewoon andere kleding? Check natuurlijk hun website die in de beschrijving staat en volg ze ook zeker weten op Instagram. Ik heb heel veel zin in deze video. Heb jij dat nou ook? Doe dan alvast dat duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal hier onder deze video en laten we snel gaan beginnen. Wat je natuurlijk zeker niet wil met kerst is dat er een familielid ziek is. Of in ieder geval iemand waarmee je kerst gaat vieren. En dan al helemaal niet wanneer het last minute wordt gezegd. Hoi schat. Hoi mam, vergeet je niet dat we vanavond om 6 uur bij Tante Miet moeten zijn om kerstontbijt te eten? Oh ja. Ik was vergeten te zeggen dat Tante Miet ziek is en we daar dus niet kunnen eten. Wat? Ook hebben we geen eten thuis. Het gaat niet door. En nu dan? Boodschappen? Ja, sorry schat, maar ik moet nu echt naar Charlotte toe, daar eet ik vanavond. Jij gaat weg? Mama, ik moet nu alleen. Oké. Wie ga ik nu bellen? Dan denk je eindelijk, het is zover. Het kerstdiner. Alleen nog eventjes met tanden poetsen en dan gaat het fout. Je morst op je kleding en zoals iedereen natuurlijk alles mee heeft gemaakt, dat gaat niet meer uit je kleding. Nee, zeker niet. Wat? Regel 1. Tandpasta gaat nooit uit je kleding. Hoe ga ik dit er in 5 minuten uitkrijgen? Tandpasta komt altijd terug. Laat maar. Je hoopt natuurlijk dat dit nooit gaat gebeuren. En dat is dat je een cadeautje krijgt dat je niet leuk vindt. Toch moet je altijd maar leuk blijven reageren. Zo van, ha, was echt heel leuk cadeau, maar ik doe hier eigenlijk helemaal niks mee. Het liefst wil je natuurlijk gewoon zeggen, wat een flut cadeau. Ik gooi dit gelijk in de prullenbak, maar dat kan je natuurlijk niet maken. Oké, lieve Jade. Ik weet dat kerst heel veel voor jou betekent, dus vandaar heb ik echt een heel mooi cadeau voor jou. Ik wilde ook een rijm, maar ik heb pijn aan mijn arm, dus dat deed veel pijn. Nou, lief schat, ik denk dat je er echt super blij mee gaat zijn. Ik heb er heel lang naar gezocht en uiteindelijk wist ik gewoon dat dit het perfecte cadeau moest zijn. Alsjeblieft. Thanks, mam. Zo lief. Ik ben echt benieuwd wat het is. Blij ben ik hiermee. Echt altijd al gewild. Kan ik goed mee bellen. Lieverd, ik ben zo blij dat je het leuk vindt. Ja, ik had ook niet anders verwacht hoor. Het is echt het perfecte cadeau. Je weet zo goed wat ik leuk vind, mam. Echt, dit heb ik al mijn hele leven willen hebben. Een banaan. Jammer dat mijn moeder dat natuurlijk nooit aan mij heeft gegeven. Maar veel plezier ermee. Ik weet hier nog niet heel veel over, want ik heb zelf geen vriendje. Maar mij lijkt het echt een nachtmerrie om gedumpt te worden met kerst. En ik ga jullie nu eventjes laten zien hoe dit nog erger kan worden.
zal vast een grapje zijn. Ik wil niet kijken. Als dit geen grapje is, dan is mijn hele kerst. Gewoon geen kerst meer. Hij zal vast met zijn vrienden zijn en een grapje maken. Dat doet hij wel vaker. Heeft hij helemaal nooit gedaan. Ik heb dit gelukkig nog nooit gehad. Maar ik hoop dat het nooit gaat gebeuren. Namelijk een familieruzie. Het zal maar zo zijn dat je ruzie hebt tijdens kerst of ervoor. En daarna diegene weer ziet. En dat de ontmoeting heel ongemakkelijk wordt. Iets wat je gewoon niet wilt. En al helemaal met kerst. Jou hoef ik echt nooit meer te zien. Jouw gezicht staat me echt niet in dit flikje me. Never ever ever again. Echt. Nou, fijne dag nog, hè? Ik hoef jou ook voorlopig, of laten we beter zeggen, nooit meer te zien. Jij maakt me zo boos. Many months later. Jij was de laatste persoon met wie ik kerst wilde vieren. Wat doe jij hier? Wie heeft jou hier uitgenodigd? En, nou ja. Kom binnen, er zal vast wel een reden voor zijn. Nee. Laat maar. Ik hoef kerst niet eens met jou te vieren. Ik ga alweer. Nee, kom binnen, maar praat niet tegen me. Geen woord. Ik hoop in ieder geval nooit dat mijn kerst zo gaat zijn. Vond je de video leuk? Doe dan natuurlijk dat duimpje omhoog. Zorg dat je Jill en Mitch volgt op Instagram en natuurlijk de webshop bekijkt. Alle linkjes staan in de beschrijving. Maakt het leven weer een stuk makkelijker. En dan hoop ik jou in de volgende video weer te zien. Doei doei!